Alright, Brandon Dundas. Woody, hallo? Hallo Joost, hey. Oké, we're back in the game. What are we doing? What's the plan? Ja, we moeten even splitten. Ja, we hebben die teleporter aan de achterkant, die kunnen we slopen. Er staat denk ik één heavy turret bij, dus ja, met een stegel moet dat easy lukken. We kunnen eventueel, ja, ik weet de angle niet, maar we kunnen eventueel met een grapple glitch heel dicht bij de muur van de base komen en dan met C4 daar een gat in douwen. Oké. Dat kunnen we doen. En dan kunnen we kijken of daar de slak staat of dat die misschien beneden staat in die andere base. Hij hangt er ook echt boven als een mug, zie je dat? Ja, ik denk dat we dat vooral moeten doen. Iemand moet even de tech turret uitschakelen. Of de teleporter uitschakelen. Ja, die teleporter. En de andere moet de C4 grapple gaan proberen. Oké. En daarna kunnen we altijd die andere toren nog focussen eventueel met een stagger drop. Maar je wilt zeg maar C4 grappelen in de main base, zeg maar. Nou ja, we hebben bijna alle turrets niet. Als je net een engeltje kan hebben dat die tech turrets niet op je schieten. Ik weet niet of die bestaat hoor, maar... Ja, we zitten net op die hoek trouwens, hè. Ik denk dat die hier wel neer gaan schieten. Ja, het is best wel lastig, want die turrettoren hiervoor, ja, de helft... We hebben echt al veel weggeschoten met rockets ook, hoor. Mijn rocket pushes waren niet voor niks geweest. En de gen is ook... Ja, nee, ik denk net die kant die nog actief is, die staat natuurlijk op de muur gemikt. Dus dat is wel een beetje kut. Ja, of ik kan met een stego dan naartoe proberen te rennen en dan C4'en, dat kan ook. Maar laten we het zo op die manier splitsen in ieder geval. Right. Ben jij dan team Break and Enter en ik ben team Teleport of andersom? Ik ben wel team Break and Enter. Right, dan ga ik wel even kijken waar die Teleport zit. Jij zit aan de achterkant van de base, hè? Ah, hoe? Ja, hij zit, als je nou over de basis heen kijkt, zeg maar, zit daar zo'n richeltje. Ja. Zit, op die cliff, daarboven zit hij. Er zijn vier foundations of zo met de Teleporter in het midden en één turret, dacht ik. En de transmitter, denk ik ook. Oké, dan ga ik wel even kijken of ik daar een stegeltje op kan gooien. Ja, je kan eventueel ook iets verder vanaf gewoon met de stegel naartoe lopen. Want dat kan easy. Dus misschien wel tech rifle meenemen. Let's go! Oké, jongens. Dat is het plan. Dan ga ik nu even extra flakkie kakkie takkie halen. Ik ga dit denk ik doen zonder... Hallo Hulk, hallo. Ik kan dit denk ik doen zonder stego's. Misschien moet ik wel gewoon met Shadow meenemen, man. Ja, ga ik wel neer. Ja. Shadow kan op zich best wel wat hebben. Ik kan ook gewoon... Of ik ga met een grapple glitch doen, of ik loop gewoon met een stego erin. Of ik kan hem menen. Dan wordt het ook verleidelijk ook, hè. Ja, ik zou hem kunnen menen, ja. Ja, maar dan moet ik wel even oppassen met die tech rifle. Die gaat nu even niks toevoegen. Dit is de enige main die ik hier ook heb. Dat vind ik dat we net een beetje riskant of zo. Ja, we zouden het kunnen proberen. Ik neem hem wel gewoon mee en dan zien we wel. Het mooiste is natuurlijk als het een gecoördineerde aanval is. Maar ik moet even kijken, want daar staat nog een deel actief. Dat is net de verkeerde angle. Ja, en ik moet ook oppassen, want... Ja, kijk, die deur. Als ik die deur er al uit heb, die is easy te slopen. Wacht, hebben we greenhouse? Nee. Die deur is easy te slopen, man. Daar staat nog een klein... Oh, kut. Daar staat nog een klein turrettorentje. Die heb ik helemaal niet gezien. Fuck zeker. Wacht, ik ga even hierboven kijken. Zie je dat cheeky randje daar, dat hoekje daar? Oh mijn god, die is zo smerig. Dat is een heel smerig hoekje. Oh nee, kut. Daar staan ook turrets. Daar hangen ze. Waar hangen die dan op? Zal ik dichterbij kunnen kijken? Zo, oké. Nou, dat is overduidelijk niet veilig. Oké, dat zag ik dus niet door de bomen, dat er ook nog een bovenlaag was. Hey. Ik kan heel misschien wel gewoon erin komen hoor met dit. Sowieso mijn grapple glitch dan. Wat was dat? Welke schot? Red je dit? Nee. Ja, zuur dat die dingen nog actief zijn. Dat is glas, maar daar ga ik sowieso dood. Ja, daar zit daar wel echt een heel naar hoekje. Als in lekker smeer, lekker vies. Alleen die turrets schieten dus nog gewoon compleet op die kant. Dan kan ik het beste een stagger rush doen naar de deur toe. Ik denk dat dat dan de beste oplossing is eigenlijk. En als die deur open is, kan ik altijd nog kijken of ik ga grapple glitchen. HP heb jij nog? Oh, je hebt genoeg. Ja, dan moet het hier maar gewoon mee gaan proberen. Met Iron Man, joh. Ik zit alle Avengers. Zo, op zich, Bep is al een Black Widow. Dan hebben we Hulk, hebben we Iron Man. Wie hebben we nog meer in het team? Oh, Thor moeten we eigenlijk nog hebben. Is dat Thor? Dat is al blauw van lightning. Oké, full send naar de metal deur. Wacht even, een rocket launcher reloaden. Dat is eigenlijk het doel. Full send metal deur, één rocket op de deur of twee en dan... Binnen. Ik kan daar eventueel rechts afstappen. Eigenlijk, ideaal gezien moet ik er gewoon even draaien. Ja, er zit niks anders op. Zo min mogelijk tech turrets koppen. Ah, dat is kut. Nee, zit ik vast? Nou gaat het hard. Oké, de deur is open. Ik zag hem. Open gaan volgens mij. Oké, maar die... Deuren hebben er wel echt nog een veel te dikke angle op me, man. Die doen dan nog wel akelig pijn, zeg maar. Ik heb mijn Iron Man leeft nog, maar ja, de deur is open, man. Nou is het vooral de vraag, hoe kan ik daar even heel cheeky inkomen? Oh, dit is een manier. Doet, doet. Als ik hier gewoon voorbij ren, gaat hij dan niet zijn eigen muren blazen? Het is een strategie, maar niet de beste. Het is alsnog te ver om te grappelen dan, man. Deze mot is ook vet, jongen, die CDW. Zieke structures. Maar ja, dat kan ik niet grappelen. Kan misschien vanuit daar koffer pakken achter de Rex? Nee, kan niet. De breedhok maak ik misschien kans. Of de tamehok. Kijk, hij is er lekker bezig. Op zich, als ik hier een enkel vrij heb, kan ik misschien daar langs de muur staan. Dan is het alleen de hoop dat die me niet schieten. Maar ik denk wel dat die me gaan schieten. Moet er iemand bij? Ja, ik heb maar 5 C4 bij, maar ik kan het proberen.
Oké, er is een gat. Een gat in mijn eigen basis gemaakt. Ja! Epic. Nou, hij zit nu even op high alert, dus dan moet ik er even dimmen. Mijn Iron Man gaat wanneer? Je dino staat in mijn base per ongeluk. Dus als je hem kwijt bent, dan weet je waar die is. Welke? Oh, de main. Ja, die is meegegaan. Maar ik maak best een goede progressie op die teleporter. Ik denk, als ik kan nog één push doen, dan heb ik hem al neer. Ja, nice. Ik heb de deur open in de basis, alleen ik weet net genet en alles. Maar ik heb misschien nu wel een angle. Ik wil eigenlijk zo licht mogelijk erin zien te kijken. Kijken of ik een grapple glitch, maar ik weet niet zeker. Wat zei je nou? Je hebt de deur open in de basis. Toen viel je weg, want Arkham. Oh ja, de metal base is open. Ik wil alleen kijken of ik erin kan grapple glitch. Want dat kleine turretoortje ervoor, die verneukte nog wel voor me. Dus misschien moeten die andere gen ook nog wel slopen. Er zijn heel veel angles eromheen. Dus of het is via het dak. maar hè, Ark, ik weet niet of dat nu gaat lukken. Of het is via de route die we nu nemen. Dus even alles eromheen uitschakelen. Ja, nou ja, zodra de teleporter weg is, hebben we wel iets meer tijd. En ik hoop dat kan Jamie hem dan een beetje afleiden. Of stel dat ik killer hem één keer of zo, weet je wel. Ja, precies. Ja, kijk wel even. Ik ga in ieder geval er weer in. Jo. Ja, het ergste van moet alsnog die even slopen. Maar ik kan als dit niet lukt, dan ga ik ook sowieso droppen, jongens. Ik zie nu trouwens dat ik al mijn biertjes bij heb. Omdat ik het per ongeluk Trends for All heb gedaan. Goed dat ik dat zie. Even kijken hoor, raid. Nou, we kunnen kijken of het lukt via die manier. Ik wil gewoon even vooral kijken of ik er kan staan in alle rust en veiligheid. Staan ze op het dak? Craftmaster. Is die in het doen, joh? Maar ik heb ook geen spullen bij voor combat. Dus op het moment dat Joe daar gaat afleiden. Ik heb op het moment dat Joe daar nou iets gaat doen. Maar ik zie het niet zo goed. Ik heb hem. 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 Let's go. Let's go. Hier, dikke loot. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh, en het mooie is dat nu. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Mantis, 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 mantis. Mantis! What the fuck? Hoppa. Ik heb geen spullen voor mij hier. Ik ga dit geen eens uitzoeken. Heel veel saddles, saddles, saddles. Geen dino, hè? Kom maar door, hoor. Toet, toet, motherfucker. Maar vooral niet te lang springen. Oh, daar ga ik neer. Oké, even stamina. Dat is al 13.5k torpor. Dit is precies wat ik op hoopte. Ik wilde testen of je ze eraf kon grappelen, maar dat kan dus gewoon easy. Oeh, gevaarlijk. Oh, dit wordt wel een man te sacrifice. Ga niet liegen. Oh, de club is kapot. Kut. Die had ik katorpen wel. Kan me dat nog lukken? Ik heb nu betere clubs ingezet. Dit is er nog 400%. 4 katorpen. Lekker. Lekker, lekker, lekker. 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 Zo, die heeft 113k HP of wat? Jezus Christus. Dat is veel. Oké, even kijken hoor. Craften die handel. Carga mee. Perfect. Hier, pak dit. Ik weet niet of dit chill is, maar ik heb deze nog hier staan. Dus ik dacht, fuck it. Ik ga hier eens even mee proberen. Zou ook een bleed effect moeten doen in ieder geval. 100 HP wel. Ja, dit gaat makkelijker met een carga, denk ik. Maar de damage is wel oprecht hoog, hoor. Kom wel aan, ik zie hem niet helemaal. Maar die bleed damage is trouwens ziek. Mijn normale hits zijn... Geen eens heel bijzonder. Ah, op zich, ik doe echt degelijk damage, hoor. Alleen even oppassen dat ik het car ga met tas. Val jij niet aan? Oh, omdat hij slaapt zeker. Nou, hoop ik niet neer wordt geblaft. Is hij dood? Mijn dino? Dat ding deed echt damage. Ah, nou is hij dood. Zou hij mee hier ook vanaf kunnen grappelen? Denk het wel. Ik denk ook dat hij dat nu aan het proberen is. Ik zit vast op iets. Oké, Joost, durf je ding. Ik leid hem af. Ja, dit doet ook zeker wel damage. Is hij nou via boven? Ik wil niet te lang stilstaan op één plek. Oh, daar is hij. Nou, ik even zo doen dan... Pakken met de greppel. Kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, nog 1 KP. Oké, lekker. Rex is neer. Hoppa, daar hebben we even stappen gemaakt. Hè? Oké, Joost, ik hoop even dat het lukt. Ik zag net wel damage in de verte. Dus ik neem aan dat het iets doet. Oeh, dat is niet chill. Ik kan misschien ook dat lijk gewoon meenemen. Oh, wacht, dat was Joost. Kut. Hey Rudy, ik heb de teleporter is kapot. Ja. Dus daar hebben we geen last meer van. We kunnen nu wel... Ik heb gezien dat ik misschien via de bovenkant kan ik wel stegen droppen, denk ik. Dus ik ga dat even proberen. Oh ja, doe dat. Ik heb zijn Rex gekilled. Oh, nice. Lekker en bezig. Ik heb de Craftmaster gekilled. Ik fuck veel loot. Ja, nice. Wat is hier voor die? Ja, alles. Saddles, tech, ascended shit, noem maar op. Alleen geen dino's. Kan je even saddles droppen, zeg maar, in de vault? Want ik heb echt saddles tekort. Ik ga even kijken. Want ik heb nog niet de loot gecheckt, want ik moest meteen zijn Rex killen. Oh ja, gotcha, gotcha. Maar ik ga even kijken wat hij had. Wat heb je nodig, Stego? Ja, Stego saddles. Oké. Okay. Hallo, Karga. Toet, toet. Hadden we Stego saddle? Oh, die zijn allemaal 300 plus, joh. Zo, ik geef deze wel even aan Joost. What the fuck, dat zaad? Doe normaal, joh. Gek. Dat is niet normaal. Kijk, ook deze. Ik ben hier. Met mijn sappen.
Yo, pleurt maar gewoon erin. Dan kan ik daar weer gebruik van maken. Oké, ik had nog een strategie, die wilde ik nog even testen. Ja, doe je ding. Ik heb ook een strategie dat ik probeer via letterlijk de rand erin te rennen. Ik heb het gevoel dat het wel gaat. Ja, jij kan aan jouw kant in principe ook misschien die... ja, je kan ook gewoon vliegen met tech, dan stagger drop en opzetten. Ja, ja, dan ben je gewoon genet en dan is het klaar. Dus ik denk dat ik hem... want ik heb een riggeltje gevonden waar ik even kan pre-netten en dan erin kan rennen. Oh, kun je niet via de teleporterkant gewoon daar die gate eruit blazen? Ja, dan kom je meer bij die andere turret tower, dat wel. Ja, ik ga eerst even kijken wat ik kan doen via die rand en daarna kan ik even dat nog wel proberen. Dat is een goeie. Ja, is cool. Oké, okay, even kijken. Heb je iets geks bij? Nee. Ja, ik ga die cryo even hier laten trouwens. Word ik zo neergeschoten? Dit is... Au, au, au. Oh! Oh nee! What the fuck, hij stond er opeens. Oh, ik dacht ik ga gewoon met die body gewoon gaan. Dat is dus niet helemaal mogelijk, nee. Ja, op het zich, stegen erop op het dak is echt het makkelijkste hoor. Dan ben je in de basis in ieder geval meteen. Alleen, ik heb dat nu een paar keer gedaan omdat ik geen weerstand had natuurlijk. Maar met weerstand is het even een heel ander verhaal weer. Ik moet echt een tech helm hebben. Waarom drop je daarop? Oké, dit... Oh, het is een Noglin. Daar zag ik niet aankomen dat het een Noglin was. Waarom drop je daarin, Joost? Nou, als die soaked is, dan heb ik echt vrij... Nou, hij is bijna soaked. Is hij genoglind? Of is hij gesoaked? Hij is genoglind. Nee, je bent genoglind! Ik ben ja, met mijn dino is genoglind. Zit je er nog op? Kun je die noglind eraf halen of zo? Volgens mij niet. Hij is nu aan het soaken. Ja, dat zijn niet mijn turrets. Oh, hè? Mijn noglind zit er nog op. Zadel moet eraf. Oh, ik kan wel remove noglin doen. Nee, hij heeft nu geen zin meer. Kutbeest, waar ben je? Ik stond echt gewoon... Ik stond echt een seconde stil. En dat was helemaal prima. Pas op. Is hij dood? Nee, hij leeft nog. What the fuck? Waar is hij? Hier. Level 500? Ja, helemaal absurd. What the fuck? Over. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Tering, man. Nou ja, anyways, ja. Joost, de turrets zijn keihard gesookt. De turrets zijn keihard gesookt. Oh, ons turret. Ja, je moet ze even player-only zetten. Die Noglin heeft ze helemaal leeg getrokken. Ik weet niet of je nog ARB hebt, maar... Volgens mij stonden ze ook. Ze staan player-only, maar omdat hij op een Noglin... Oh. Blijkbaar zijn Noglin de dino is player-only. Wat een bullshit. Nou, ik ga even kijken of ik dingen kan halen. Ja, is goed. Hier, let op. Oh, hier, let op. Oh, hier, let op. Let op. Zo, als ik dit hit, jongen, dan voel ik mezelf wel echt heel goed over mezelf. Hier, let op. Hier, let op. Gewoon 100 keer blijven zeggen dat dit in één keer goed zit. Hier, let op. Oh! Oh! Oh mijn god, ziekste grapple ooit. Zo! Oh, ik zei het toch, jongens? Ik zei het toch! Wat heeft hij nog? Oh. Ik werd nog wel gewoon gehit door... Wacht, ik vertrouw Joost erop dat hij nog gaat droppen, maar zal ik het anders gewoon lekker zelf gaan doen? Gewoon op het dak. Ja, als hij daar rondvliegt, word ik echt instant genet daar niet... Ah, kut. Ik kan niet netten en dan cryo en dan... Kwetsel zou kunnen. Ja, hij zit weer helemaal gevuld hoor. Ze gaan hier niet meer inkomen. Echt, ik had genoeg erin nog liggen, gelukkig. Oké, okay. Ik zat nog te denken, er is een soort, er is een counter die we kunnen doen. Want we kunnen nou dus niet cryo op het dak in principe als hij er staat. Want dan net die wanneer we op het dak staan. Wat ik kan doen is een kwetsel halen en of je vanaf een kwetsel droppen. Dan kunnen we pre-netten op de kwetsel. Ah, dat is niet eens een slecht idee. Dat zou kunnen als alternatief van het cryo droppen. Duurt alleen iets langer om dat te realiseren. Aan de andere kant, in principe als die voorste toren echt gewoon even stopt met schieten, dan... We kunnen ook een dubbel... Zeg maar, van dat randje wat ik geprobeerd heb, dan kan je pre-netten en je kan er letterlijk in rennen. Het is echt easy. Ik denk als we dat met z'n tweeën doen, vanaf die rand, dan hebben we hem zo weg. Ja, we kunnen ook die andere Jenny gewoon uitschakelen. Met dubbel stego, dubbel tech rifle. Ja, die zit in die andere turretoren, die aan de andere kant. Die achterste. Oh, ja, dan knallen we die gate eruit. Ja, of via de rand. We kunnen ook misschien via de rand, via de achterkant, proberen in te gaan. Nee, heb ik al geprobeerd. Er zitten nog meer verborgen platforms met turrets. Ik wilde eerst met de Shadow Main gewoon zo'n cheeky hoekje springen, maar ik werd echt vol gelezeld. Oké, maar dan pakken we de... laten we dan gewoon één tech rex pakken misschien en een stego met een tech rifle en dan gewoon knallen? Ik denk dat tech rifle... ja, misschien kunnen we dat wel doen. Die tech rifle gaat het meeste damage aanrichten op de tech turret, of op de gen. Ja, maar de tech rex ook wel hoor, met de beams. Ja, als die hit, maar die van lompere kogels. Een tech rifle is iets meer pinpoint, zeg maar. True. Ja, oké, we doen wel gewoon twee tech rifles, maar neem ik wel een iets sterkere mee. Want mijn normale tech rifle die deed geen damage, ik neem gewoon een mastercraft mee ofzo. Ja, met mijn Ascendant heb ik hem in anderhalve clip, zeg maar, kapot, zo'n ding. Dus als we met z'n tweeën erop vuren met een Ascendant of zo, dan... Ik haal even een setje en een rifle en een stego en dan gaan we erin. Oké, dan blazen we eerst die gate eruit aan de andere kant. Oké, maar ik ga dat eerst even doen trouwens. Dan hebben we dat vast vrijgespeeld. Doei. Ja, dat is prima.
dan ga ik daarna die shit halen. Oeh, techbow heb ik even nodig. Rokkenlans, het duurt zo lang. Maar ze gaan best wel snel stuk hoor, die gates. Dat, concrete is helemaal niet zo sterk. Ja, het is zelfs metal, maar zo'n gate heeft gewoon iets meer HP, zeg maar. Ik ga gewoon C4 erop plakken, kom goed. Bureback, ga het even klaren. Ik doe het liever niet, maar dit is een Bloodstalker moment. Hallo, Koppijn. Ja, dit is, het is gewoon niet gemaakt voor dit. Ik weet ook niet echt wat die target of zo. Of is het gewoon door al die bomen dat ik gewoon continu... gewoon continu mijn kop stoot. En daardoor kun je gewoon niet flowy... Zo, ja, 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 hey. Volgens mij kan ik ook gewoon... Hele dikke prima. Ik weet niet waarom je bocht zo groot was, maar... Neem aan dat de gate er nu uit is. Ik wil het eigenlijk wel even dubbelchecken met mijn eigen ogen. Alsjeblieft, dankjewel. Ja, die gate is eruit. Nou komt de kraft meneer achter mij aan. Wat gewoon helemaal prima is hoor. Dat was niet springen, maar goed. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Dat klonk als een YouTube short van mij. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Misschien ligt het me toch heel natuurlijk. Ja, dit is gewoon echt hinderlijk. Oké. Dus met mijn vlak, die moet ik even vervangen. Kom even in mijn bolletje. Oké, pre-net. Ding slopen, gaan. Hopen dat dat allemaal is. Kijk, het kan dus ook zijn dat de gens van onderen gewoon invloed hebben. Dat weet ik allemaal niet. Ik heb een biertje, ik heb dat. Ik moet dus even een goede vlak hebben nog. Vlak. Doe ik wel zo. Perfect. Dan heb ik daar gewoon mijn extra kit gewoon automatisch in mijn tas. Hey. Oh. Hij zit daar in de buurt. Ja, hij springt hier weer. Oh, ik had hem. Ik had hem net weer. Ik had hem gegrappeld in de lucht, jongen. Oh, ziek. Grapple God. Ja, soms. Nu niet. Hij is ons nu aan het beten. Pew. Pew. Oké, go. Pew, pew, pew. Oh, is dit ook een cave entrance? Oh, what the fuck? Dat meen je niet. Oh ja, wacht. Dit had dit inderdaad nog. Is dat een Oviraptor? Ik ben afgeleid. Sorry, ik ben echt zwaar afgeleid. Maar dit... Ja, ik kwam opeens achter dat hier ook een ingang zat. Ja, nee. Hier ben ik al een paar keer langs gelopen. Maar dit is... Wacht. Hier rechtonder is de turret. Hier rechtonder is de turret. Ja, ik zie ze inderdaad. Maar... Nee, die doet volgens mij niks. Oh! Oh! Famous last words. Oh mijn god. Zo, dan heb je in één keer een zwaartekracht. Even een nieuw vlagzetje pakken, jongens. Ik hoop even dat Joost mijn body heeft gerestored. Vast wel. Ja, jongens, sowieso is wel. Joost is wel zo'n zo'n toffe gast die dat doet. Hè? Ja. Ja. Dit hebben jullie nooit gezien, jongens. Dat hebben jullie nooit gezien. Nou, hoop ik toch even dat Joost het heeft. Waar is mijn tech rifle die ik had? Oh, wacht, die heb ik in de mantel gaan. Toch zijn rifle in principe, dus dat maakt niet zoveel uit. Dan hoop ik alleen dat Joost mijn spullen daadwerkelijk heeft. Mijn beam is er nog wel. Ah, rot op. Nu is hij wel naar beneden. Oh, Joost is ook dood. Waarom is hij overheated? Oh, en ik heb een reload bug. Oh, als ik nu dood ga, jongen. Hij heeft een noggelen op zijn ding. Ja, ik heb geen hatchet, dus. Hoe is Joost dan dood gegaan? What the fuck? Oh, nee. Ja, dat is zuur. Ik weet niet wat daar is gebeurd nadat ik neerging, maar... Daar is wel even een stekkertje minder. Kutzooi. Oké, jongens. Dit gaat niet zo soepel met Joost op het moment. Het is voor de rest echt easy, maar sommige strategieën werken dus niet door het lag. Jammer genoeg. Ze moeten even deze alternatieve manieren vinden. Maar dat komt helemaal goed hoor. Dat komt helemaal goed. Volgens mij komt de lag vooral door een combinatie van de damage nummers en tech turrets. Dus je moet vooral met stegos heel erg oppassen. En stegos hebben natuurlijk ook echt een god miljoen HP, dus ja. Maar morgen gaan we gewoon even die hele basis openbreken. En dan ben ik er klaar mee. Dan ga ik weer verder met mijn eigen quest. Potverdomme. Codewoord van morgen is potverdomme.